Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is even zaterdag. Jullie zien het trouwens nu op een zaterdag. Ik ben niet zeker dat jullie dit gaan zien de maandag na kerst. Of de dinsdag na kerst. Zou ik nog langer ditjes kunnen doen? Maar ik heb nog een paar taken om te volbrengen. Voordat ik naar de winkel ga. Dus ik wil nog brood maken. Een paar labels weten en snijden. Ik wil ook nog naar de markt. En dan de usual taken zoals ontbijten en zo. En mijn rugzak maken. Mijn broodje is ondertussen zijn eerste rijstproces aan het doen in de broodbakoven. Het tweede rijstproces gebeurt buiten de oven. Ik speel dus al heel de week ukulele in de ochtend. Maar normaal is mijn zus weg en nu is mijn zus thuis en ze zijn niet zo super happy mee. Maar ja, ik wist natuurlijk niet dat ze dat kon horen. Anders had ik dat sowieso niet gedaan. En nu ga ik naar de markt. En dan naar mijn winkel. Oké, ik was dus aan het zeggen dat ik vandaag naar de markt ben geweest. En voor 3,90 euro volgende groentjes heb gekocht. 2. Breien. Ik koop het trouwens niet bij het grote groentekraam, maar bij een kleine groentekraam, omdat ik graag echt lokale boeren wil steunen. Een pastinaak. En 5 kleine witloofjes. Ja, ik weet dat ik er nummer 4 vast heb, maar je weet wel hoe mijn witloof eruit ziet. Dus dan even geleden dat ik naar de markt ben geweest, gewoon omdat ik zelf veel groentjes had gekweekt deze zomer. Vandaag is het trouwens de tweede zaterdag van de vegan afteldagen. Dus iedereen die vandaag komt, krijgt een gratis vegan koekje of een gratis vegan wafel. En bij aankoop van 20 euro krijgen ze daar ook nog een potje koffietuur bij. En nu ga ik terug mijn eigen container havermout bijvullen. Ik heb nog volkoren penny en witte bonen nodig en het handige is dat ik dat nu gewoon in mijn winkel kan halen. Binnen een uurtje komt mijn zus naar de winkel en dan zit mijn werkweek voor deze week erop. Want ik ga binnen een uurtje naar de dienst radiologie om een MRI of een MRI van mijn knie te laten nemen. Ondertussen ben ik naar de dienst radiologie geweest voor mijn MRI. Ik moest in zo'n super groot scan ding. Gewoon een kwartiertje naar Studio Brussel of zo luisteren. Ik denk dat Studio Brussel was, want het was de Wormische Week. Of 12 was Thank You Music. Of was het M&M die de Wormische Week doet. Geen idee. En ik moest daar gewoon een kwartiertje liggen. Ondertussen heeft mijn zus heel lief op de winkel gepast. En nu ben ik mijn adventskalender cadeautje van vandaag aan het opeten. Het is zo'n kinder maxi. Zo,
zoals je kunt zien was ik net nog even ukulele aan het spelen. En ik ben eindelijk door die hele les geraakt. En nu ben ik in de volgende les. Bij de vorige les was het een beetje het probleem dat ik het wel kon. Maar vanaf dat het snel ging, blokkeerde ik volledig. Dus heb ik een paar keer in practice mode geoefend. Ik denk dat ik nu eten ga maken. We hebben vanavond nog de film A Castle for Christmas gekeken. Ik heb nog chili sin carne gemaakt. En het pukt. En een beetje zot gedaan. Zo, nu ga ik verder lezen in de grijze jaren. En dan ga ik slapen. Dus tot de volgende. Doedels. Oh ja, ik heb net dit een boek uitgelezen. Normaal ging ik 20 minuten geleden al aan het slapen zijn, maar ik vond het gewoon zo spannend. Zo op het moment dat je aan het einde zit van je boek en het niet meer kan weglaten.